Alle voorgaande jaren was het aantal deelnemers van tevoren lager dan nu. Een record aantal deelnemers dus komende zondag voor de vechtloop. Onder de deelnemers zondag ook weer veel weespers van de weesperscholen. De jonge hardlopers oefenden woensdag al voor de grote dag van zondag. Met een reeks trucs van twee hardloopcoaches stonden de weespers elkaar klaar voor de vechtloop. Probeert ze een beetje techniek bij te brengen, ook een klein beetje aan hun verstand proberen te brengen dat 2,5 kilometer lopen geen sprintje is. En dat ze, ik hoop dat ze het een beetje begrepen hebben. Dat was de doelstelling van de laatste oefening. Altijd een klein beetje reserve houden. En ik hoop dat ze, ja, ze hebben er in ieder geval heel erg van genoten. En de opkomst is ook goed. Is beter dan in de voorgaande jaren. Dus ja, het is alleen maar goed. Loopt er wat talent rond in Wijs? Er zijn er best een paar van je onverwachte, hoe moet ik zeggen, onbekend talent, miskend talent. Ja, er zit er echt een paar tussen. Zondag grote dag, heb je nog tips voor ze? Niet te hard van start en bewaar iets voor een eindsprint. Naast de bekende loop voor de weesperscholen komen dus ook veel andere hardloopfanaten zondag naar Weesp voor de vechtloop. Totaal komen er zo'n 1000 hardlopers naar Weesp. Weer een koers verbroken, hoe komt dat toch? Nou, het is ook wel een heel fijn parcours. En met name die halve marathon, het is wel aan het eind wel eventjes je best doen, omdat je dan door het bos gaat. Maar verder is het een heel fijn parcours. Als je dan dit jaar kijkt, waar we toch voor lopers in ieder geval goed weer verwachten, onder de 20 graden en droog of een heel klein beetje miserig zou het kunnen zijn. Maar voor lopers is het natuurlijk prachtig, maar ik hoop dat het droog blijft. Dat is ook leuker voor de supporters, zeg maar. Mocht ik nou zondagochtend opstaan en denken van nou, lijkt me leuk, wil ook nog meedoen. Kan dat nog? Dat kan zeker nog. Vorig jaar waren er zelfs 300 na-inschrijvingen. En de wandelaars beginnen om 7:30 aan hun 25 kilometer. En die beginnen om 9:00 aan de 10 kilometer. En tot, ik meen 11:00 uit mijn hoofd, kan je zeker nog na-inschrijven voor de wedstrijd om 12:00. Dus heb je zin om hard te lopen, moet het er even uit. Kom gewoon langs zondag.